De zoektocht naar het bonnetje van Teeven begint een jaar geleden als Nieuwsuur dit justitiedocument onthult. Op het eerste gezicht een gewone schikking van toenmalig officier van justitie Fred Teeven en crimineel Kees H. De crimineel betaalt de staat 750.000 gulden. En in ruil daarvoor maakt justitie niet langer jacht op het vermogen van de crimineel. De ernst van de deal is natuurlijk geheel afhankelijk van hoeveel geld Teeven precies belastingvrij naar Kees H. overmaakte. Diverse mensen binnen het Openbaar Ministerie en op het departement weten dat de minister de Kamer onjuist informeert. Nieuwsuur heeft contact met verschillende van hen en met andere bronnen rond justitie. In meerdere documenten die we via hen onder ogen kregen, staan de exacte details van de deal. 4.710.627 gulden en 18 cent. Nou, weet u wat het is? U weet niet alles en ik wel alles. Dus misschien komt dat nog eens een keer naar boven en dan zal u het ook begrijpen.